met topnemers. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Freek van Koolbergen. Freek, je bent van Boot Now. Wat doen jullie? Wij verhuren boten in Amsterdam. We zijn de boten dispatch van Amsterdam, noemen we. Voor de vergunde vaart met schipper. Hey, waarom? Dus we hebben hier ook aan tafel andere partijen gehad. Waar je bootjes van particulieren kan huren. Barco, ja. Bijvoorbeeld. Ja, Barco. Waarom hebben jullie voor dit aanbod gekozen? Zelf ben ik 4 jaar schipper geweest op de grachten van Amsterdam. En ik merkte daar dat er wel vraag naar de vergunde vaart veel ook last minute was. Ik was aan het varen op de grachten. En, wat voor boot voer je? Zowel sloepen als salonboten. Oké. Okay. Ja. Dus beide. En voornamelijk op de sloepen op de zomerse dagen waren er jaloerse blikken. En waren er zelfs mensen die actief zeiden, hey schipper, mag ik meevaren? En zodoende wist ik dat daar vraag naar was. En ben ik dat gaan onderzoeken. Hoeveel van die boten met vergunning zijn er? Er zijn er ongeveer in de vergunde vaart privé charter, zijn er 180. En hoeveel daarvan kan ik bij jullie... Wij hebben er nu 124 op ons... Wat heel veel is dus. Ja, dat is een groot aantal. Ja. Hoe lang bestaan jullie? We zijn officieel bestaan we een jaar, maar ik zou zeggen 4 maanden geleden zijn we echt begonnen. Ja. Dus het was al mooi weer? Het was al mooi weer, ja. Ja. Hey, en wat zijn die ervaringen van die eerste paar maanden? Ervaringen van die eerste paar maanden is dat het bootverhuur in Amsterdam is razend populair. Wat we merken is dat er veel vraag is naar het direct boeken, maar ook de persoonlijke hulp erbij. We doen zowel een huwelijksaanzoek als met 80, 100 man vervoer. Grote boekingen. Ja. Nou, het is een hele brede doelgroep eigenlijk wat jullie betreft. Iedereen die op zoek is naar een vergunde boot, die kan bij jullie terecht. Want ja. Daar zit het onderscheid. Hè? Want nog even afzetten tegen Barco. Ja. Dat zijn gewoon particulieren. Het zijn grotendeels particulier inderdaad. En wij zitten daar toch de privévaart met schipper. Ja, want... dat is gelijk ook natuurlijk een belangrijke vraag. Heb je daar veel last van, hè? Van die particulieren die natuurlijk een bootje verhuren? Volgens mij mag het ook helemaal niet, toch? Klopt, ja, ja. Klopt. Maar volgens mij gebeurt het wel veel. Ja, dan heb je zelf volgens mij nog 2 soorten van. Je hebt gewoon ik vaar ook veel op de gracht. Hè? En je hebt die groepen dingen. Want ik zit soms wel eens aan de Amstel als het een mooie dag is. Ja. En dan zijn er ook mensen van politie achter instanties of controle achter instanties. Klopt. Maar juist de mensen met die zelf zo'n grote boot hebben en die aan groepen verhuren. Ja. Is dat de groep die... Nou ja, de gemeente heeft daar veel last van. Veel overlast is dat. Muziek vaak hard aan. En de gemeente heeft daar vorig jaar, 2017, een besluit genomen om de markt open te doen. Ook mede hierdoor. Ja. Dat is een maand, anderhalf maand open geweest. Er zijn heel veel aanvragen geweest. Er zijn 350 aanvragen geweest voor een vergunning. En vervolgens hebben ze hem gesloten. Want er was iets fout gegaan. Lovers en Kooi, die hadden allemaal bv'tjes opgericht. Ja, en die gingen zelf weer nieuwe vergunningen aanvragen. Exact. En gelezen in het parool. Ja, ja. En het Smitje, rederij het Smitje, die verloor prachtige historische boten. En dit was niet de bedoeling. Ja. Dus daar heeft de gemeente nu het afgelopen jaar over nagedacht hoe dat wel moet en kan. En een maand geleden is de markt weer opengegaan. Dus iedereen kan nu via de site van Waternet een vergunning aanvragen. En er zullen ook weer meer vergunde bootjes aankomen en daardoor minder aantrekkelijk worden om een bootje te huren bij Piet om de hoek. Bij de Barco's van deze wereld. Hey, en je zegt net dat je 4 maanden serieus bezig bent met je platform. Waar zie je nou de meeste vraag? Zijn dat is het toerisme waar jullie op richten? Of zijn het mensen die een feestje hebben, gewoon Amsterdammers? Of, ja, we hebben hoe kristalliseert zich dat uit? Doelgroepen. Inderdaad de toerist, de corporate, de Nederlandse markt, dus de vrienden die een bootje willen boeken. Wij hebben voornamelijk nu onze focus op de corporate en de hotels. En hotels zijn daar een groot, die zijn wel te spreken over Boot Now, omdat die vaak last minute aanvragen willen doen. Er komen gasten bij het hotel en die willen misschien nog wel dezelfde dag varen.
En wat vroeger een ding was, was nou, je moet de rederij bellen, heb je plek? Ja, nee. Hebben wij een systeem ontwikkeld waarbij je een druk op de knop in één keer kan zien wat de beschikbaarheid is. Dus wij doen een aanvraag aan al die rederijen. Je zegt, ik ben met 4 personen en we willen een salonboot of een sloepje. Ja. En dan doen we een aanvraag aan al die rederijen. Die hebben ook een app. Die hebben een captains app, heet die. En daarmee krijgen ze een push notificatie. En binnen een aantal minuten krijgen wij de eerste reacties binnen. Oké, dus het werkt eigenlijk net zo, even voor de leek, als dat Uber werkt. Jullie hebben een consumentenplatform en je hebt een chauffeurs, in het geval van Uber hebben jullie een kapiteins-app. Ja. En eigenlijk zien die de vragen binnenkomen en kunnen reageren, zo werkt het. Ja. Want je zei net, we kunnen dat real-time doen. De meeste boten hebben natuurlijk geen reserveringsplatform wat open is, waar je mee kunt koppelen. Nee. Of faciliteren dat ook. En is het meer het... dat vond ik het leuk. We hebben Insier ook aan tafel gehad natuurlijk. Ja. En kijk, die gingen eigenlijk gewoon een reserveringssysteem maken wat restaurants zelf konden gebruiken. Waar zij dan mee konden koppelen, waardoor je het kon aanbieden. Ja. Is dat wat jullie ook graag zouden willen? Of? Dat zou idealiter, zouden wij altijd inzicht hebben in ieder zijn agenda. Ja. En ja, wij hebben wel steeds meer toegang tot agenda's. Dus wij krijgen, wij werken met dit systeem. En we zijn nu wel aan het kijken van, wat vinden mensen prettig? Of wat vinden rederijen prettig? Want je kan pas vragen of iemand zijn agenda bijhoudt als je ook waarde creëert. Ja, hij moet iets aan hebben. Ja. Ja. Ze gaan niet, wij zijn boot nou en willen graag dat je hier al je tochtjes in gaat voeren. Dus wij zijn nu, merken ze, ze beginnen wel echt wat serieuze aanvragen. Komt geld binnen en dan is het interessant om daar ook je beschikbaarheid te tonen. Jullie zijn een marktplaats, vraag en aanbod. Bij marktplaatsen gaat het altijd over het kip en ei verhaal. Hè? Hoe los je dit? Als je geen aanbod hebt, of als je wel aanbod hebt, maar geen vraag, dan heb je een probleem en andersom ook. Hoe zijn jullie begonnen? Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat je aan het begin meteen voor allebei de partijen interessant genoeg was? Ja, nou, ik had 4 jaar ervaring op de boten. Dus ik kende ook heel veel collega's. Het is begonnen met een WhatsApp-groepje eigenlijk. Met, er staat een groep aan de kade en we willen een bootje regelen. Tegelijkertijd moest ik mijn scriptie schrijven. En ik heb mijn scriptie geschreven over vraag en aanbod op de grachten van Amsterdam. Welke studie? Communicatie en multimedia design. Oké. Ja. En met die afstudeerscriptie heb ik een prototype gemaakt van een website en een app. En dat aanbod kende ik grotendeels en hebben we daarmate toegevoegd. We hebben een mail eruit gestuurd, jongens, jullie staan op de site, jullie staan op het platform. Zijn jullie hier niet oké mee, laat het ons weten. En anders hebben we voor deze voorwaarden, krijgen jullie tochtjes. Ja. En toen we hebben begonnen met 180, dat zijn er 100, werden er minder, toen werden er weer wat meer. En nu zie je dat er steeds meer reders denken, ik hoor via... Boot nou, misschien moet ik daar toch wel bij. Ja, weet je, baat het niet, dan schaadt het niet. Dat is natuurlijk toch ook de redenering. Of moeten ze schippers betalen om bij jullie te gaan? Nee, het is heel gratis. Ja. Wil wel elke reder aanvraag krijgen. Die wil niet een uithangbord zijn voor... Dus het moet wel wat opleveren. Juist, ja. Ja. En is het de eerste 4 maanden gelukt om daar een beetje volume in te krijgen? Want dat is natuurlijk altijd hartstikke spannend. Ja, nee, tuurlijk. Ja, we doen ongeveer gemiddeld zo'n 100 boekingen per maand. Oké. Ja. En dat zijn al 125 aanvragen en dan worden dat 100 boekingen. Hey, wat ik wel interessant vind, je zei, ik ben vanuit mijn studie een scriptie geschreven en dan maak je prototypes van een app en een website. Dat is leuk, we hebben dat ook vaak doen met klanten en relaties, dat je even snel een proof of concept maakt of een prototype. Ja. Om van daar te komen naar een volwaardig platform is natuurlijk echt nog wel een dingetje. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, dan heb je een prototype waarschijnlijk in elkaar geknutseld met een of andere tool. Nou, design. Ik was designer, dus ik kon de designs had ik gemaakt en inderdaad in Sketch. En dan in Flinto een programmaatje waarmee je een clickable prototype kan maken. Ja. Die had ik op zak en ik was aan het varen, want ik was schipper. En ik had Jan-Joost Ruup, wel bekend met jullie. Ja. Die was bij mij aan boord en die had een Engelse bankier overgevlogen... Of tenminste, die was daar en die ging een rondje over de grachten. Zijn boot was stuk, zoals vaak bij boten toch die niet vaak varen, is onderhoud nodig.
En die was iets meer geïnteresseerd in ons gesprek. En toen vertelde ik hem over mijn scriptie en liet ik het prototype zien. En zo is het balletje rustig aan gaan rollen. Heeft hij geïnvesteerd? Hij heeft eerst meegekeken met mijn scriptie en heeft ontdekt van, we gingen eens kijken wat de marktwaarde was. En dat verbaasde hem. Er gaat bijna 100 miljoen om in de privévaart van Amsterdam. Zoveel, joh? Dus er zijn rederijen die, de grotere reders, die 8 tot 10 miljoen omzetten. Dus hij zei, dat wekte zijn interesse. En die heeft inderdaad geïnvesteerd in het begin. Ja, want ik lees ook hier dat een van onze andere gasten die we hier aan tafel gehad hebben, Mark Teerling, twee keer langs geweest, dat ook een investeerder van jou is. Klopt, inderdaad. Die houdt ook van varen. Die houdt ontzettend van varen, ja. En die woont sinds kort bij de Houthavens. Ja. We hebben daar een piertje aangemaakt voor hem op de app, dat hij bij hem voor zijn deur een boot kan bestellen. Dus, dat is een goede reden om te investeren. Ja, precies. Die geeft goed advies ook wel. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment heb je natuurlijk wel substantieel geld nodig. Ik zie nu op je site dat jullie in ieder geval 5 mensen en Jan Joost dan, die je al noemde, dus dat zijn er al 6. Ja. Wat voor investeringen heb je nou nodig om hier een bedrijf van te maken? Nou, we hebben €130.000 opgehaald. Ja. En tot zover is dat voldoende. Maar we merken wel dat als we wat harder gas kunnen geven, dat het kan lonen. We zijn nu de database allemaal queries aan het draaien van welke groepen zijn nou het interessantst. Wat gebeurt er nou als we bij Google 2 keer zo hard inzetten? En voor nu is dat, kan dat nog uit. En daar kunnen we een stuk harder gas op geven eigenlijk. Ja, maar het platform, is platform dan klaar en zit je nu echt tegen die marketingkant aan? Of heb je ook nog echt een mega ontwikkeluitdaging? Voor nu is het platform oké. Er zijn altijd, ik heb een wensenlijst die natuurlijk ontzettend lang is. Wat staat daar bijvoorbeeld nog op? Daar staat bijvoorbeeld op dat je instant de beschikbaarheid, weet je, waar we het net over hadden, die beschikbaarheid is toch key. Dat je altijd direct weet hoe en wat. En nu is dat afhankelijk van de rederij. Of die reageert. Weet je vergelijkbaar ook weer met Airbnb, waar je bij sommige huizen gewoon meteen kan weten of je kan hebben. En anderen moet wachten. Exact. Dat is een beetje meer Uber. Je wil een taxi, je ziet wel een paar boten varen, maar je weet niet of er iemand reageert. Ja. Zo werkt het bij jullie nu ook, hè? Ja, exact. Ja. Maar wat we willen inderdaad, wat je nu zegt van joh, een super gebruiker. Of een super met een boot nou zegel erop. Ja. Die gaan we dan nu uittesten van die geven bepaalde inkijk in agenda's en die kunnen gelijk boeken, direct. Ja, dat is wel de volgende stappen. Ja. Hey, je hebt investeerders, nog steeds beperkte investeerders, maar investeerders stappen er nooit over het algemeen niet in omdat ze denken dat dit een goed idee is voor één stad. Nee. Dus waar zie jij, wat zijn jouw eigen ambities? Ja, voor nu is de markt in Amsterdam relatief nog groot genoeg. Dus we willen eerst inderdaad meer automatisering. Er gaan nu 50% van de boekingen gaan geheel automatisch. 50% daarnaast is toch nog ergens een mailtje eruit sturen of een koppeling moeten maken. Zeker de wat grotere boekingen helpen we veel. Dus ik denk eerst dat een stukje automatisering in Amsterdam noodzakelijk is. En dan vervolgens het complete pakket kopiëren in eventueel andere steden. En wat voor ik ken andere steden niet, maar ik heb het als ik naar Amsterdam kijk, in ieder geval tegenwoordig, er is krankzinnig hoeveel er gevaren wordt in die gracht. Hè. Dat was vroeger toch echt wel anders. Ja. Wat zijn andere steden waarvan jij zegt, nou, die zijn vergelijkbaar met Amsterdam, daar is evenveel handel? Ja, het is lastig. Ik ben wel een reiziger natuurlijk, maar ik weet nooit hoe de exacte botermarkt daar in elkaar zit. Ik weet dat Jan Joost bijvoorbeeld zegt Dubai, wil die kijken, en New York. Dat lijkt me ook nog een uitdaging. Ja. Maar in Nederland heb je ook nog gewoon Utrecht. Rotterdam, is dat er ook eentje? Rotterdam heb je de watertaxi natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat zijn wel de steden waar we nu nog niet naar kijken, maar wel interessant kunnen zijn. Ja.
Veel partijen die wij hier aan tafel krijgen, of dat nu picknick is, of nou, doet het allemaal niet, maar die zeggen bijna allemaal, ja, weet je, wat zijn jullie dan een supermarkt? Nee, we zijn een technologiebedrijf. Ja. Hoe belangrijk is technologie voor jullie? Ja, dat is ontzettend belangrijk. We zijn geen rederij, we hebben ook geen boten. Dus technologie is heel belangrijk. En ik denk dat als je die automatisering erin haalt, dat key is. Ja. Maar kan Uber niet met zijn techniek, dit is techniek die ze hebben, Roel heeft het een paar keer genoemd, ja. Als die zich boos maken? Nou ja, Uber heeft een keer of twee een leuk een bootje gebrand. En die heeft toen in hun Uber-app een actie gedaan. En zij vonden dat niet interessant genoeg. Zij zeiden, ja, het is wel veel werk. En het werkt toch niet, die binnen 60 minuten een boot. Het is lastig. Elke rederij vergund En jij snapt die wereld heel goed, daar kom je vandaan? Ja, het is een moeilijke markt, denk ik. En natuurlijk, als ze echt willen, kunnen ze het. Maar voor nu is het, zij zijn ook een bedrijf van A tot B. En niet voor plezier. En dat zijn wij wel grotendeels. Ja. En hoe werkt jullie eigen businessmodel? Moeten mensen afrekenen via jullie platform? Nee, in principe rekenen klanten af bij de rederij. Oké, jullie zitten daar nog niet tussen. Nee, en dat is in wel principe de ambitie, neem ik aan. Ja, dan heb je meer controle. Maar aan de andere kant is het ook erg prettig. Want voor nu is het een factuur sturen wij uit naar de reder. En dan is het een commissie die wij afrekenen. Ja. Ja, maar alleen voor de commissie, want de klant betaalt eigenlijk direct. Ja, direct aan de reder. Ja. Oké. Okay. Wat zijn de argumenten om het niet te doen, om er niet tussen te gaan zitten? Want dat doet iedereen per definitie bijna altijd. Ja, nou ja, de reden dat we het niet doen momenteel is dat elke rederij heeft andere. Wat er in omgaat is opstaplocatie, afstaplocatie. Elke reder heeft weer een andere prijs die gerekend wordt. Vanaf 25 personen op een salonboot moet je een extra hostess nemen. De ene reder die zegt, joh, dat kost 25 euro per hostess voor zoveel uur. En we rekenen voorvaarttijd, navaarttijd. En daar zit niet nog momenteel een generiek systeem in wat wij kunnen maken. Dat is idealiter maken wij een deal met de reders van, joh, 2 uur dit. Ja, want bij andere platformen, zoals we een paar keer gezegd hebben, Uber dicteert dat natuurlijk gewoon aan hun chauffeurs. Die zegt, nou, dit is hoe het werkt, dat is je tarief. En dat is wat jij krijgt? Ja. De botermarkt is daar nog niet klaar voor, als ik jou zo hoor. Het zou mooi zijn, denk ik. Maar voor nu is het inderdaad, rederijen hebben altijd de luxe gehad. Als je een vergunning had, het was vroeger een taxi in New York. Was redelijk onbedreigd. Ja, dan hoefde je geen eens marketing te doen. En dan kwamen de mensen op je af en zeiden, ik wil je boot huren. Nou, dit is de prijs, altijd oké. En die concurrentie wordt nu wat sterker. Dus er is wel kans dat we uiteindelijk die kant op gaan. Zijn er ook partijen die jullie niet leuk vinden, dat jullie dit zijn gaan doen? Ja, er is... ja, natuurlijk, altijd. Ja. Ja. Nee, er zijn grote rederijen die goed staan in CEO-wise en die altijd die zelf 12 boten hebben, maar ook hun 40 collega's op hun site hebben. Die heb je ertussen zitten. Dus daar zit een klein verschil in, want wij zijn onpartijdig. En zij zien wel dat partijen die daar altijd stonden, die denken, nou, we gaan maar naar Bonau. Ja. Ja. Hoe is jullie, Johan Schaap vraagt het op Twitter, hoe is jullie relatie met de gemeente Amsterdam? Ik neem aan dat hij het vraagt, omdat de relatie van veel nieuwe platformen die opkomen, hè? Of het nou deelfietsen zijn, Airbnb, jullie met de boten, dat de gemeente daar toch wel kritisch naar kijkt. Hoe is dat bij jullie? Nou, ik heb zelfs in de gesprekstafels gezeten van het beleid Varen Amsterdam. En ben daar uitgenodigd. Ja, door Waternet? Door Waternet, door gemeente, Waternet, gemeente, bewoners en rederijen. Die zaten daar aan tafel. En ja, wij doen de vergunde vaart. Dus in principe kunnen wij ook nog... wij doen geen onvergunde vaart, dus dat vinden ze al prettig. In principe heeft elke rederij mag geen geluidsoverlast hebben, mag niet te snel varen. En als die te snel vaart, die krijgen ze direct een boete omdat er een naam op de zijkant staat en ze weten exact wie ze moeten pakken. Yep. Dus in principe is onze relatie met de gemeente goed. We hebben
ook wel gesprekken. Ja, het is natuurlijk ook een totaal ander uitgangspunt. Als je even vergelijkt met de Airbnb. Zouden jullie de Airbnb zijn die bemiddelt tussen officiële hotels? Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En mensen die een kamer zoeken. Dus, ja, dan kan je het als een boeking... Dan zie je het bijna meer als een boeking. Waarbij je echt dat aspect van de vraag allemaal bij elkaar brengt. Ja. Ja. Klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Ja. En jullie ambitie? Erwin zei al New York, buitenland, andere steden. Dat klinkt eigenlijk logisch. Hè? Je zit hier aan te praten. Aanpalende markten, denk je daar was over na? Nou ja, voor nu is de ambitie om 2 tot 3 keer zoveel boekingen te doen komend jaar, ja. 2019. En vervolgens die last minute nog echt optimaliseren. En dat we de hotels, eigenlijk alle hotels binnen weten te krijgen met service en met... Ja, want hoe dicht, hè? Als ik nu morgenmiddag naar iets op zoek ga, ja. Hoe groot is de kans dat ik... snel wat vindt? Ja, afhankelijk van... Je wensen natuurlijk, ja. Maar in principe kunnen wij binnen een uur zorgen dat er een boot komt. Ja, okay, nou, dat is sowieso natuurlijk een mooie belofte. Wat ik me afvroeg, we hebben net de mooiste zomer in lange tijden gehad. Maakt dat voor deze business nog veel uit? Of is het voor jullie nu even druk als in... We hebben seasonality. We hebben natuurlijk gekeken naar de agenda's die we ter handen hadden van hoe druk is het nou. En je ziet wel een piekje in de zomermaanden. Dat zijn de sloepen die iedereen heerlijk op het water wil zijn. Sinds een aantal jaar is het Amsterdam Light Festival in Amsterdam. Prachtige kunstwerken. Dat is erg goed voor de reders, maar ook goed voor ons. Dat is de hele maand december en halverwege januari, waar eigenlijk non-stop boten varen vanaf het moment dat het donker wordt totdat de stekker eruit uitgaat. Ja. En dat is tot 11:00. Dus het seizoen loopt goed door? Het seizoen loopt goed door. Men zegt dat in februari nog een dal. Tenminste, dat dan de boten even opgeschoond worden. Hey, jij bent volgens mij je bent nu die 4 maanden bezig. Je hebt eigenlijk al data van een jaar. Wat hebben die data jou geleerd? Die data heeft mij geleerd, denk ik, dat... op het moment dat wij goede service verlenen, dat dan ook klanten weer terugkomen. Dus het goed afleveren van zo'n tocht, maar het hele proces. Dus, hoe is het gegaan? En dat daar klanten terugkomen, een lifetime value van een klant, kan relatief hoog zijn. En dat we daar heel erg op mikken van oké, welke klanten zijn langere tijd boeken vaker. Je zit in de hospitality-branche uiteindelijk, hè? Ja. En tegelijkertijd wil je zoveel mogelijk automatiseren, want ja, des te efficiënter je het maakt, des te beter het voor je bedrijf is. Zie je daar nog, zijn daar grenzen aan? Want uiteindelijk, hè, als oud-kapitein weet je dat ook, als jij een goede indruk maakt bij die mensen, dan komen ze terug, dan zijn ze blij. Ja. Hè? Dus het, juist het persoonlijke. Mm-hmm. Maar jullie spelen eigenlijk als bedrijf eigenlijk geen rol. Behalve op de website. Nou ja, inderdaad. We hebben wel incentives van hoe heeft de klant het gehad. En we willen uiteindelijk gaan sturen naar voorrang geven aan rederijen die dat dan beter doen. En door middel van reviews dat we de juiste boot matchen aan de juiste persoon. Ja. Vaar je zelf nog wel? Heb je nog wat tijd te varen? Nee, eigenlijk niet meer. En dat mis ik wel een beetje eigenlijk. Ja, het is nu 4 maanden nog niet meer gevaren. Ik vaar de Pride ook. Ik doe dan met de parade mee. Dus dat is een van de leukste dagen, vind ik altijd. Ja, maar, nee, kan ik me voorstellen dat je dat mist. Ik vaar ook heel graag. Dus, ja. En ik had nog één vraag eigenlijk over... de spanning die er misschien zit tussen dat je aan de ene kant zegt, ik ben een platform, het zijn niet onze boten, wij bemiddelen alleen maar. En weet je, aan de ene kant is het ook heel duidelijk op jullie site. Aan de andere kant zie ik jullie ook een beetje richting die packages gaan, hè, die pakketten. Ja, klopt. En dan heb je het echt over huwelijkspakket of een dit pakket, maar dan heb je het over onze boot dit en onze boot dat. Mm-hmm. Terwijl net zei je, ja, we hebben helemaal geen boten. Nee, klopt.
Dus je verbindt wel ook je naam en je reputatie aan dat mensen die dan zo'n huwelijk bij jou boeken of een aanzoek willen doen, ja, dat die ook die mooie dag hebben. Maar je bent totaal afhankelijk van anderen. Is dat niet heel erg... Nou ja, we hebben wel bijvoorbeeld zo'n huwelijksaanzoek, hebben wij 4 bootjes geselecteerd. En die zijn eigenlijk bekend met ons pakket. En die zorgen dan een mooie fles champagne aan boord is, een stukje bij de Magere Brug varen. Maar dat zijn prachtige salonbootjes die altijd gekeurd zijn, elektrisch, toiletje aan boord. Dat is van het hogere segment. Ja. En dat kan wel altijd kwaliteit. Precies, dus daar durf je inderdaad ook wel je hand voor in het vuur te steken. Ja. Ja. En ja, die reden spreek ik ook nog steeds. Veel. Ja. Ja. Oké, nou misschien moeten we maar weer eens een uitzending vanaf een boot doen. Ja, dat hebben we wel. We hebben dat wel eens vaker gedaan. De boot van Ime Bosma, dat was een van de eerste volledig elektrische boten in Amsterdam die een vergunning had gekregen. Die ligt nog steeds bij Loetje. Ja. Maar het had uiteindelijk wel een probleem. Dus wij gingen uitzendingen doen. Dus de mensen kwamen steeds aan boord om interviews te doen. Maar daar hadden we natuurlijk lampen voor nodig. Ja, we hadden allemaal grote lampen erop. En op een gegeven moment kwam de politie van de havendienst eraan. Want mochten we niet meer varen. Want de navigatieverlichting was niet helemaal aan. Ja. Ja. Nou ja, sterker nog, we hadden allemaal grote schijnwerpers. Ja, ja, maar dat kan best anders. Als we daar andere boot hebben, dan... Jullie zijn van harte welkom. Ja. Zeker. Nou, dan gaan we een keer wat regelen. Heel leuk. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Veel succes ermee. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Stekel, ik ben blij dat je weer gewoon een biertje van de sponsor hebt, man. Ja, een heerlijk biertje. Niks mis mee. Jever heet hij. Ja, Bier & Co. moet ik toch zeggen? De sponsor had ik al genoemd. Oh, die had jij al genoemd. Maar ik ben blij dat je niet je eigen bier bij je hebt. Want... Ja, normaal heb ik dat wel. Ja, daarom. Ja. Dus dat is eigenlijk meer wat ik bedoel. Jetstream uit Groningen bedanken we voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zenden hier iedere dinsdagavond vanuit. We blijven nog even als je live kijkt. Zo direct nog een uitzending hier. Dan gaat het over contracten die je voor weinig op maat kan laten maken. Kijk je on demand, dan kan je die uitzending ook terugzien. Dag.